Wij hebben bedacht om de musical helemaal om te zetten tot een film. Dus wij zijn nu al 2 weken aan het draaien om van de musical een echte speelfilm te maken. Een musicalfilm. Deze film gaat over dat er een diamant wordt gevonden in een oud museum. En dat hij dan op een gegeven moment wordt teruggebracht naar de eigenaar. Miljonair verliest geluksdiamant na dolle taxirit. Geluksdiamant? Is dit een geluksdiamant? Leonor, laat me even lezen, oké? Nou, het is wel speciaal, omdat er zijn geen andere scholen die een film ervan maken. En alles wat je in de musical fout kan doen, gaat nu eigenlijk goed. Intensief, maar wel heel leuk. Het is heel hard werken, de hele dag door. Het is voor de kinderen wel heel intensief, maar wel een hele leuke ervaring. Maar dat is een normale musical inoefenen eigenlijk ook. En het gaat heel goed. En zoeken, man. Ik ben er niet voor niets gekomen in deze stinkhuis. Zoeken! En Twilight, wie ben jij dan? Hé, hey, een beetje dim, hè? Ik ben burgemeester Boris B. Blaaskaak. Ik speel als burgemeester. En ik moet doen alsof ik vriendelijk ben, maar dat ben ik eigenlijk niet. Wat een sukkels! Ha! De zon schijnt! Nou, ik speel een topmodel Femke en ik moet altijd aan mezelf denken en altijd mooi zijn. Deze meid is een natural beauty. Oh ja, ik vraag bij mezelf. We hebben daarvoor de Zintuigfabriek ingeschakeld. Die zijn bekend met content maken en filmpjes maken. Dus die hebben we benaderd om als productieteam dit voor ons te doen. De Zintuigfabriek is een plek waar jongeren kunnen leren ondernemen en content kunnen maken. En daar zich in kunnen ontwikkelen. Wij hebben daarin met een aantal jongeren het geluid gedaan, gefilmd en straks gaan we ook editen. Ik ben Sebastiaan van Tiel. Ja? Nou en? Hoi knappers! Ik dacht eigenlijk dat het een hele mooie film zou worden en dat is het ook geworden. Ja, ik verwacht gewoon dat iemand met een skeer telefoon naar kan aanlopen en dan dat hij uiteindelijk loopt te zeuren omdat zijn telefoon op was. Gewoon qua gigabyte. Ja, en toen we echt begonnen, toen dacht ik, ja, dat is wel serieuzer. En er staat ook echt een hele grote cameraploeg met geluid en al. Dus ik vond het echt super tof. Voor Alex, ze gaat toch niet aan de grote klok? Ja, het accent ging wel. Maar soms dan was het accent iets te veel, waardoor ik soms ook mijn woorden struikelde. Wat ik ook heel moeilijk vond aan mijn rol, is dat ik een meisje moest knuffelen. Dat was best wel ongemakkelijk voor mezelf. Want ik ben nog niet zo ver in die wereld. Ja. Dus zoals afspraak blijf jij uit de beurt. Maar ik niet, jij. Ik vind dat ik echt een bitch ben in die film. Mag ik dat zeggen? Oh, oké, mooi. Ik vond het wel leuk. Alleen, ik kan echt niet zingen. Weet alles uit jezelf te halen. Te schitteren en te stralen. Nou, de film is echt ontzettend leuk geworden. Ik vind gewoon hoe... Ja, hoe alles opgenomen is en hoe het uiteindelijk het eindresultaat is. Ja, ik had het niet verwacht dat het zo onwijs leuk zou worden. Van geen musical in deze coronacrisis naar zoiets. Ja, ik vond het echt fantastisch. Echt niet verwacht. Echt boven alle verwachtingen. Leuk dat de school op deze manier het heeft aangepakt. Ja. Ik had niet gedacht dat hij zo'n soort kwaliteit had. En het zag er hartstikke leuk en goed uit. De film. Nou, er zijn wel een aantal pareltjes die wel opvallen. Dat je denkt, nou, als jij jezelf naar een castingbureau opstuurt, zit er misschien nog wellicht wat in. Nee, Alex, een verzamelplaats voor oude spullen. Oude, waardevolle spullen. De beste waakhond die we ooit gehad hebben. Dan lijkt hij toch nog op zijn vader. Kom, speaker, we gaan. De meneer doet gemeen tegen papa. Dus we hebben het voor 1 euro gekocht en we kunnen er niet meer vanaf. Kortom, mocht gezegd. Precies. Nou, ik vind voetballen denk ik wel iets leuker dan acteren. Dus ik denk dat ik gewoon blijf voetballen. Maar misschien ja, komt het ooit nog. Nou, dit is eigenlijk wel een soort uitzonderlijk project. Want nee, niet echt iets voor de toekomst. Volgend jaar zullen we wel weer gewoon een musical gaan doen. Weet alles uit jezelf te halen.